We staan hier voor een rijksmonument uit 1883, gelegen in het Van Stolkpark in Den Haag. De opdrachtgever heeft Siewink Schilderwerken gevraagd om de buitengevels voor haar rekening te nemen. Het betreft houtwerk, ijzerwerk en minerale ondergronden. We hebben vochtmetingen gedaan en tevens bleek dat de laagdikte van de verf te dik was. In overleg met de opdrachtgever heeft hij besloten om deze te verwijderen. We hebben gewerkt met een verftechnisch bestek van Sigma Coatings uit Den Haag. We hebben met schuurschema's gewerkt voor het grove werk een grove korrel en steeds fijner tot P320 aan het eind voor de afwerklagen. Voor het houtwerk en het ijzerwerk hebben we een hoogglanslak aangebracht, een vierlaag systeem. En voor de minerale ondergronden hebben we een 3,5-laag systeem aangepast met een matte muurverf. En deze is aangebracht met de blokwitter om een nog mooier matte resultaat te krijgen. De kleuren die we hebben toegepast voor het houtwerk is mergelwit. En voor het natuursteen hebben we echt een kleur gekozen uit ondergronden die naar voren kwamen. En als kers op de taart hebben we alle oude verfresten op de gevel ingekleurd met een kleurpalet van rood en bruin, zodat deze plekken niet meer zichtbaar zijn. Dit project zou de Nationale Schildersvakprijs 2018 mogen winnen, omdat er sprake is van perfect geleverd vakwerk op grote schaal. Dit komt tot uiting in verschillende details, zoals de waterholletjes onderaan de vensterbanken die wij weer vrij hebben gemaakt, tot het open laten staan van enkele kieren aan de onderzijde van daklijsten, om zo houtrot bij eventueel lekkage te voorkomen. Wat tevens uniek is, is dat we bij dit project gebruik hebben gemaakt van een digitale microscoop. Hiermee zijn we in staat geweest om de aanwezige laagdiktes exact te meten. En hiermee konden we de opdrachtgever overtuigen van het feit dat veel van de oppervlakken volledig ontdaan moesten worden van verflagen. Wij zijn enorm trots op het resultaat. Het ziet er prachtig uit. Wij zijn zo overtuigd van de duurzaamheid dat wij de volgende kleine onderhoudsbeurt in 2022 kosteloos voor onze rekening zullen nemen.